Zo moet het dus. Ja, zo moet het, jong. Ja, ja. Zo intens moet het. Oors maar net. Ja, echt. Ja, geweldig, man. Ja. Ien keer in de fjouwer hier wordt in Baskeloon de grote finale houden van het Bertsolaritsa, de kunst van het improvisatiesjongen. Deelnemers krijgen een opdracht, een paar seconden betinktijd en moeten dan a cappella een lied zingen, een Bertso. Een volkskunst die uniek in de wereld is en die voor de Basken een wichtige kooi is naar haar eigen taal, cultuur en identiteit. Een kunstvorm dus, dat Bertsolaritsa, dat oren minderheidsculturen met bewondering en een beschaafde oergunst en sjoggen. Zo soks in een provincie als de Uzes ik net kennen. Kind of the best symbol for the Basque language, Basque identity, Basque culture. Imagine 14,000 people here listening poetry in Basque. I think Bertsolari is the perfect element of soul. Baotxaren erresuma, baina gaueko lanean hemen gabiltza zesuma. Negotzen jantzi gutxiz, dihoa gure jarduna, lanera. Daar werd de golf van Biscayen zijn hakken zet in Europa. Daar werd de kustlijn woest en het longen leeflijk is. Daar werd Frankrijk en Spanje een grens lutsen. Daar ben je al eeuwenlang de Basken. Maar een taal die het wittenskippers nog altijd verriersel stelt. Het Baskisch liet het in neer op zijn omlezende talen en moet op volsloin isolieren ontwikkelen hij. Dat isolaire wezen dat is nogal een kenmerk van Baskeloon. Door zijn lezing wie het gebied minder gonkelijk. Boven dat wennen de Basken zelfs het liefst boppen op de heuvels, dat het gers grien en de vruchten soppig binnen, door het milde zeeklimaat, mooi zinnen, maar vooral ik een soort rooiwetter. Bij het Aneriba? Bij Aurora. Neri gustat zei te gura al die ola brumoso, chamarra, eta. Bai, gustatzen zait, eta, ara, gustatzen zait lambroak gure bazterrak izkutatzen dituneko eguraldi hori. Bai. Andoni Egania is de grustlebende Bertsolari, beoefener van de Bertsolaritsa kunst. Andoni wie regering kampioen tussen 1993 en 2004. Als er een adelaarskalender van Bertsolaris bestaan zou, is die hij bovenaan. Maar jongen het mooit van onwedstrijden en optredens, het Andoni en ik verdiepen in de skiernis van de podiumkunst. Gizarte aldatu da, eta gizarte aldatzearekin gaitegia oso diferentea da, bertsolariak lehen gizonezko bakarri zian eta hoain denetik gaude. Bai, nik uste gaitegia eta aldatu direla, baina erabiltzen ditugun doinu, metrika, osagai teknikoak berdinak dira. De skiernis van het Bertsolaritsa rent liek op met die van de Basken.
In de lietse bergdwarpjes dat net volle mensen lezen en schreeuwen konden, hinde Bert Solaris ont zo'n 100 jaar lien de functie van boodschipper, de jongende dwarpsomroeper. Maar nevens Andoni is het karakter van de Bask meestal zo'n belangrijke factor om het Bert Solaris zo populair te maken. Ez genden isolatuta, baina egia da Euskaldun elebakar asko zegoela. Zeinaren jolas bat zen hitzarekin, jolas eginez elkarri adarra jotzea, elkarri argudiatzea, elkarri sekulakoak esatea eta gero barkamen eskatzea, ez da. Een Friese dichter die hem sterk onlutse fielt aan de combinatie van improvisatie en voordracht is Elmar Kuiper. Hij is de gast op de finale dag van het kampioenskip. Hier met Mirjam Vellinga van Longen van Taal. Dat je gewoon 15.000 mensen zitten en genieten van wat je gebeurt. En jongen, trommelkoor. En dat is iets van, nou ja, dat je het met Elmar Rikko. Ik zou zoals dat voor die dat er 15.000 mensen komen om dus die verhalen te vertellen. Ja. Dus, ja, dat is echt fantastisch. En was dat voor die? Ja, dat is ook wel voor me. Maar het is ook heel erg maalkoor. Dit is echt een feest van de taal. Het is ook echt een ja, meer skippelijk fenomeen. Ja, je doet meer skippen. Je also right, so just part of the organization. Yeah, we are just helping and volunteering. Hij hier keert dat wij de draag in Friesland wat met waar wonen, dus daar heb ik even wat over verteld. En wat gaat zijn? Nou ja, ik ga zijn dat dit zo'n fenomeen is en dat wij een beetje van deze magie meenemen willen naar Friesland. En zien dat we dat op die ene woorden manier introduceren kennen in 2018. De finale belooft een spannende strijd te worden tussen Amec Artsaljus, de winnaar van de vorige editie in 2013, en Mayallen Lugambio. Zij wie in 2009 de eerste vrouw die het kampioenschip won. Het lot brengt de beide favorieten al gauw bij elkaar in een onderdeel waarin ze in discussie moeten over een moreel dilemma. Ze zijn havenarbeiders en er moet een wapenschip lost worden. Aigearen gerizpea, ze bizileku tristea, alare zaila dugu gubiok, hori eraistea, txarra dela sinistea, eta liskarra piztea, baino hobea ez ote dugu begiak istea, baino hobea ez ote dugu begiak istea. Barku horretan sartzean, ta gero bidaiatzean, deskargatuko dira Riaden naiz Katar ertzean, ta gero nora ezean, agian geure etxean. Ez dezagula eskurik jaso Parisen lertzean, ez dezagula eskurik jaso Parisen lertzean. Euskaldun bezala niretzat oso egun berezia da, uste dute euskaldunok lehenengo mailako herritar bezala, alegia geure hizkuntzan lasai eta libre eta gozatuz bizigintezken egunak oso gutxi ditugula urtean zehar edo bizitzan zehar, eta Euskal Herriko txapelketako finala bada egun bat, uste dut guk soberania linguistikoa sentitzen duguna,
libre sentitzen garena eta inungo konplejuri gabeko eta lehenengo mailako herritar bezala. De Bertsolaris hebben altijd de culturele katalysators west van de Baskische maatschappij. De meest legendarische van voor de moderne tijd wie Chirita. Hij treedde op in alle dorpen, maar wat mythisch doet in 1918 de allereerste audio-opname eer van een Bertsolari maken waard. Chirita waard een held door dit loodsfragment, maar ook door zijn sterke maatschappijkritiek. Die liet hem op te breken doet hij in 1936 de Spaanse burgeroorlog uitbruts. Maar krijgt voor de Franco-soldaten hem voen, werd er verstommen. Franco wordt liefst de hele Baskische taal en cultuur uitstieren litten, maar het wie krijgt die onderdrukking die het Bertsolaritza nog belangrijker maken. Emmanuel Lascano, 82 hier nou, spelen daar een wichtige rol in. Dat pentagrama, dat hostie. Bertsolaritza, ordu arte, baserritar, baserritarra zan Bertsolaritza. Orduan sartu lehenbiziko kalea. Kaleko jendiei gauzak esatea. Hirurogeiko hamarkadan. Hirurogeiko hamarkadan, gai sozialak, gai politikoak eta gai historio hor izenuan. Nik usteiat, hamarkada hortan kale tartzen egin zen alegin horrek, sortu zikula geho, kalian bertso eskolak eta abar. Handiko goi urtera gutxe. Bertsolaritza gero, indar hartuko zuena, eskerra gorri, bestela hain baserritarrauan ordu arteko bertsolaritza, eta kale tartze hortan asmatu izan ez balitz, baserritzekin batea, hongoan bertsolaritza. Maitroch Franco waard het Bertsolaritza viert als een feestelijk bewijs dat het Baskisch nog springlibben wie. En het bleek nooit die tijd een manier om gevoelige onderwerpen in de maatschappij op creatieve of humoristische wijze onder de aandacht te brengen. De school abertzaletasunari bestela entzute zikun. Entzute gaukera egitzeuen gauz asko, esaten zizkoan, Bertsolariak. Euskeran alde nik usteiat hor burruka gogorra intzala, horretik zioten oimisteko tartin zeuden txibatuek eta hemengo Frankon aldeko jende batek, bertsolaritza nahiko gaizki ikusia. Nik usteiat lan garrantzitsua izan zala. Franco hiltzen arteko lan hortan, ni neu, arro sentitzen hau, ez neukindago bertsolaritzakin, baizik, hor gure ondarrali jarri gendula eta lan hori intzun talde horren barruko beste bat izan itzela sentituta. Hor lan garrantzitsu ginen oso. Letterkamerdrek Bertsolari Oplierings in een echt instituut. Gero badago ikerkuntza sail bat eta dokumentazio zentroa sartzen da ikerkuntza sail horren barruan, bai, dokumentazioa jasotzeaz gain aztertu egiten da, bai, garai batetik orain arte bertsolaritzarekin lotuta egon diren gauzak, bai gaur egungo gauzak eta bai ahozko tradizio improvisatuak mundu mailan daudenak ere Euskal Herritik kanpolen aipatu ditugu batzuk ikerkuntza arduratzen da horretaz. Baina kantatu zieten gai batean, onkologiko batean, ezakit ospital bat ustetzela gaia, baina bi ume gurpildun aulkian pasiluetan jolasean, bai, elkarrekin jolasean. Edo beste batzuetan kantatu izan diogu Alzheimerrari, ba, guraso Alzheimerra duen guraso bati. Edo ez dakit, ba, bueno, Euskal Herrian ba, kantatu izan zaie, ba, preso dauden jendeari buruzko gaia kantatu dira. Ta pixkanaka baietz begiak transformatzera iritsi garai, 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 garai. Transformatzera iritsi. Basque has words and special words to convey, to touch the feelings of the people, to touch the soul of the people. I think they are really
sensitive. They always know what is happening in society and nearly what is going to happen next. Als de finale dag heel wijs is, het Amets het dreig. In het skoft is aan alles te vernemen dat er ontevreden is. Nik bai baditut egun onak eta txarrak, bai, edo egun hobeak eta okerragoak behintzat baditut, eta bersolaria ez da beti, ez da sekula esango nuke berdin egoten, eta gainera bere komeria eta aldi berean gogorra eta ederra da, ez dakizula sekula nola, eta noiz ongi egongo zaren, eta noiz gaizki edo zure barruko argia nola egongo den, sekula ez dago jakiterik, nahiz dago izan esnatu benetan bersotan hasi arte. Eta orduan, misterio horrek irauten du, eta misterio horren kontra burrukatzen zara. Galdu eta galdu, irabazi eta irabazi, ez dut nik ongi edo gaizki ateratze hortan neurtuko nere bidea, gehiago jarreran, eta bueno, noski bilaketan, eta egun batean albaldin bada emaitza on bat lortzean. Honela dio kartzelako gaiak Amets. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Hiru bertzo, nahi duzun, doinu eta neurrian. What's in your head at that moment? But normally the first thing is idea. Idea can be argument or image or something, but something to close your virtual. You build beginning from the final. Okay. Because when you think the final, that means that you have the rhyme, the rhyme or the rhyme. The final give you the rhyme. Atzo gauez Parisen Kriston atakea, ta pantailaz josi da eskaparatea, edonoren begiek dakarten tankea. Ni bezalakoentzat pentsa ze kaltea, susmagarri izateko kalamitatea, gaur ere pasa arren etxeko atea. Susmagarri izateko kalamitatea, itxuraz nahikoa da moro izatea. Maar het was eerst dat we meer mensen enthousiast zijn te krijgen, denk ik. En dit heb ik mij aan de gang willen en experimenteren willen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat is Shelly de kerst van wat het is. En nou ja, wat ik van doel ben is om zelfs een aantal mensen uit Baskeland naar Friesland te halen. Om dat ik nog eens een keer extra te vertellen en nou ja, te zien wat er dan ontstaat. Ik denk dat dat de eerste stap is. I think it will be a good step in Friesland. To start modestly in schools, you know, to create a kind of method, because I'm sure that you have a kind of oral
tradition in your language. So you can use this tradition and you can adapt our methods, our techniques to create this kind of bertsolaritza in Friesland. Sortzen genero mundu bat bertso ia ez bertso ez da zinezko saiatu zero ez da zinezko saiatu zero. Egin beharko duguna da, sortzi lerro baldin badauzko, opo, opo... Oporrekin. Jokin be bai, baina Jokin jarri ingo dugu bertsoan? Kevin be bai, ezta? Oporrekin. Eta familiarekin zer? Otorduak. Otorduak. Jateko. Guk bertsolaritzan jaso duguna dela gozatzea hizkuntzarekin, gozatzea euskerarekin eta gozatzea hitzarekin jolasten. Eta gaur egun oraindik zoritxarrez Euskal Herrian euskera ez da leku berdinetan berdin hitz egiten, berdin transmititzen, berdin zabaltzen. Eta nik uste dut gure modua bertsolaritza lantzeko oinarri-oinarrian dagoena da umiek ondo pasatu behar dagoela euskeraz, ondo pasatu behar dagoela hitza erabiltzen. Euren hizkuntza nola da? Euskera. Eurena. Frisiera. Eta gurea? Baskoa. Euskera. Euskara da gurea. Beraz hemen zein jarriko dugu. Etxon, ze desastre. A ber danok batera. Bat, bi, ta hiru. Kaixo frisiarreri, hauxe da euskara, ongi etorri ona, Dumbo askolara. Oh. Atetik sartu zarenean, isildu egin dira denak. Gaztea nintzen, edera nintzen, gure erriko erregin, dena lorea behar zuena, bilakatu zen erremin, ta bizioa, ta desioa, batzutan bereizi ezin, kontrolatzen dut, neuk neurtuko dut, nik neronen baitara zin. Baina sorteak bizkarra eman, familiak ere muzin, etxera bueltan gaur umil nator, irri faretsu atsegin, barkamen eta azalpen beharrik, ez daukazuen erekin, tan eri ere mesedez utzi, isili geratu nadin. Tan eri ere mesedez utzi, isili geratu nadin. Na meer als 8 uren strijd sjoegen de dik 14.000 taskorgers en nog volle meer televisiesjoegers waard van de komende 4 jaar de chapella dragen mooi. De beret van de kampioen. Chapelluna, Maialen Lujanbio Zugasti.
gaur konturatu naiz, benetan begiratzerakoan, ja beste miresmen puntu bat eta oroitzapen horri ez dakit, nire buruari esan diot hori lorpen eder bat izan zela eta bueno, orain ja disfrutatzeko momentua dela, lau urtetan egun guztiak ez dira erresak izaten da. I think some of them they really try to point to the future and they change in a way, they want to change society also, and they put some message and they give some examples, so they in a way they help to open the way to the future. Yeah, euskera jende gero ta gehiago hitz egitea nahi dugu, gero ta gai gehiago hori buruz euskeraz hitz egin eta ulertzeko gai izatea. Baina, karo, horrek degradazio logiko bat dakar. Degradazio horrek ez dezala hizkuntzarekiko sentitzen dugun xarma gutxitu. Eta hori gertatzen bada, ni seguru nago pertsonalaritzak izango duela etorkizun. It's hard for us to imagine something like that happening in Friesland. Mm-hmm. We can do that with sports, but yes, but not with something which is very much about language and about improvisation. And so for us, that's something wow, out of our world. Yeah, yes. Yeah. Urte askoz jarduldegu, auta ura genezaken. Bersotan aritzen gera, itzei estu erasaten. Handik gatozta hau izan ginen, maiz jardunarren esaten. Sormenetikan hasi gintezke, ez dakiguna izaten.